We gaan even kijken naar een van de nieuwe features van de aankomende nieuwe InDesign. De feature heet de Content Aware Fit. Wat dit gaat doen, is een foto die we plaatsen. Daarvan gaat hij automatisch het onderwerp gaan zoeken en proberen centraal te plaatsen in ons canvas, in ons frame. Zoals je nu ziet, dit is de standaard plaatsing, zoals we die gewoon zijn. Nu, bij de frame fitting options zie je daar nu dus de nieuwe Content Aware Fit. Als we daar even op duwen, dan gaat InDesign die functie voor ons uitvoeren. Nu, we kunnen dit als standaard instellen bij onze preferences. Daar ga ik even naartoe. In het tabblad General. En daar onderaan hebben we nu de Content Aware Fit. Als je die aanvinkt, dan zorg je ervoor dat elke nieuwe geplaatste foto automatisch Content Aware geplaatst zal worden. We zullen dit even uittesten. Ik plaats de drie overige portretten. Zo. Hier. Hier. En hier. En dat lijkt mooi te werken. Zullen we dit ook even proberen op objecten? En dit is niet slecht. Als we even kijken naar de camera, zoals je ziet, heeft hij wel degelijk moeten zoeken naar het onderwerp, naar de camera. En InDesign heeft zijn best gedaan om die zo mooi mogelijk in een compositie in het canvas te plaatsen. Is de fit content to... Nee, en dat is de fit content... Nee. Oh, al die termen altijd hetzelfde lijken. Content aware fit.